Zeecontainers vol hulpgoederen in de strijd tegen het ebola-virus. Dat is het resultaat van een grote inzamelingsactie in Geldermalsen. De ingezamelde spullen moeten voorkomen dat het dodelijke virus in Sierra Leone zich verder kan verspreiden. Een bril die een zachte rand heeft, waardoor je gegarandeerd dat niks tussen kan komen. Goedenavond, dit is Gelderland Vandaag. Kom niet meer naar de apenheul. Die nadrukkelijke oproep deed het dierenpark vandaag vanwege de enorme drukte. Want door het mooie weer en de herfstvakantie is even een rondje doen in de apenheul er niet bij. Als je iets te drinken wilde, kon je ook wel even na een minuut of 20, 30 wel ervoor uittrekken. Dit is Nederlands beste geschiedenisleraar van het jaar. Erik van der Donk uit Zaltbommel. Terecht volgens de leerlingen die hem voordroegen. Hij kan altijd de hele klas boeien en daardoor zijn de lessen eigenlijk altijd leuk. Tienduizend tubes desinfecteermiddel, 600 paar rubberen laarzen en duizenden beschermende handschoenen. Het is slechts een kleine greep uit de 22 ton hulpgoederen die Don Keus uit Geldermalsen inzamelde voor Sierra Leone. De spullen moeten ten goede komen aan gebieden die getroffen zijn door het dodelijke ebola-virus. Er moet vanochtend een heftruckje aan te pas komen om twee zeecontainers vol te kunnen laden met hulpgoederen voor Sierra Leone. Don Keus uit Geldermalsen van de stichting Sierra Leone Now startte een inzamelingsactie in Gelderland. In totaal haalde hij 60.000 euro aan hulpgoederen op. Onbeschrijfelijk, gewoon. Het was gewoon niet meer te handelen hier als amateur. Vaak één keer vragen voor ebola, ging iedereen een stapje harder werken. Sierra Leone is een van de drie West-Afrikaanse landen waar het dodelijke ebola-virus om zich heen grijpt. Vooral op het platteland, waar Keus betrokken is bij ontwikkelingshulpprojecten. De ingezamelde hulpgoederen moeten helpen het virus niet verder te laten verspreiden. Hier heb ik er 10.000 van, waarin je heel erg snel je handen kan schoonmaken, in je zak kan stoppen en het bij je kan houden. Totaal hebben we twee donaties gekregen van ongeveer 300 paar laarzen. En ik zie zelfs een skibril. Ja, dat is een van de beste brillen die dit met de markt is. Dat heb ik dus uit de dump gehaald. Een bril die een zachte rand heeft. Ik heb er 450 weggehaald uit de dump. De hulpgoederen zullen morgen hoogstpersoonlijk door de ambassadeur van Sierra Leone geïnspecteerd worden. De ambassadeur was zo onder indruk van de lijst van goederen die we in een korte maand hebben verzameld. Dat hij zei, ik wil het zelf zien en ik wil het zelf en ik wil je komen feliciteren met deze actie. Dus vandaar dat hij met een delegatie komt van 8 man uit Brussel morgenochtend. En hij wil persoonlijk die containers gewoon wegduwen. De hulpgoederen gaan in Antwerpen op de boot, waarna ze begin november in Sierra Leone zullen arriveren. Vitesse scoort er lustig op los en NEC wil kampioen worden in de eerste divisie. Maar er zijn nog twee Gelderse clubs die meer in de marge vertoeven. Gisteravond speelden de Graafschap en Achilles 29 tegen elkaar in de kleinste Gelderse derby. Een hele matige eerste helft van thuisclub de Graafschap tot ergernis van trainer Jan Vreeman. Maar na rust breekt Karim Tarfi de band met een prachtige vrije trap. Wat is het geheim van een goede vrije trap? Oefening. En concentratie, maar vooral oefening. Dat is het enige, dat is in alles zo. Dus oefening, oefening en oefening. En in de extra tijd bepaalt Vlatko Lazic de eindstand op 2-0. Ja, het was heel slordig van onze kant. In balbezit waren we thuis onzorgvuldig. Veel balverlies, onnodig. En daar moeten we aan gaan werken. Met zo'n 4000 toeschouwers op de tribune niet echt een ambiance voor een Gelderse derby. Het is geen echte derby, want onderling en ook supporters en zo met elkaar, die hebben niks met elkaar. Maar wel een aparte wedstrijd voor Achilles middenvelder Leon Kaak. Want voor het eerst speelt hij een wedstrijd op de Vijverberg tegen de Graafschap. Je weet vooraf dat wordt speciaal gek. Maar als je er dan staat is het nog een heel ander raar gevoel. Ja klopt. Dat is... En dan komen de herinneringen weer van FC Den Bosch, de degradatie. Ja, dat is wel gek. Achilles bivakkeert onder in de eerste divisie. Maar de club wil na dit seizoen wel door in het betaald voetbal. Als club wil je altijd het hoogst haalbare nastreven. Zeker als er eigenlijk een tweede divisie komt en je moet promoveren. Nou, dan wil je natuurlijk zo hoog mogelijk spelen. En we worden ook gewoon echt serieus genomen, dat merk je gewoon. Vitesse won gisteravond uit met 4-1 van Willem II. De Arnhemmers melden zich nu in de subtop van de eredivisie. En NEC blijft koploper in de eerste divisie na een 3-1 zege thuis tegen FC Den Bosch.
Topdrukte vandaag bij parken en attracties in onze provincie. De Apenheul in Apeldoorn twitterde zelfs: kom niet naar ons park. Toch kwamen duizenden mensen, met alle gevolgen van dien. Ja, het is verschrikkelijk druk. Ik heb het nog nooit zo druk gezien. Heeft u meer apen gezien of meer mensen gezien? Meer mensen dan apen. Volgens schattingen liepen er vandaag zo'n 9000 mensen in het park. Ook als je iets te drinken wilde, kon je ook wel even na een minuut of 20, 30 wel ervoor uittrekken. Dus, dan is het toch niet meer leuk? Nee, maar goed. We gingen voor de apen uiteindelijk, maar goed. Vanwege de drukte is de JC Wilslaan in Apeldoorn afgesloten. Verkeersregelaars leiden het verkeer om en de politie stuurt mensen zelfs terug naar huis. Vandaag werd het zo druk en we hadden al actief van tevoren op onze website en via social media laten weten. Het wordt mooi weer, het is herfstvakantie, we verwachten ook grote drukte. Maar ja, vandaar dat we nu echt actief de oproep doen van kom alsjeblieft een andere dag, maar niet meer vandaag. Toch houdt de stroom bezoekers richting het park vanmiddag niet op. Voordat ze aapjes kunnen kijken, moeten bezoekers soms wel kilometers lopen. En auto's, geparkeerd in de bermen, zo ver als je kunt kijken. We zitten nu net in de fase dat alle parkeerplekken gewoon vol zitten. Omwonenden klagen al jaren over parkeeroverlast bij topdrukte. Ze zijn de geparkeerde auto's spuugzat en stapten zelfs naar de Raad van State. Maar het hoogste rechtsorgaan besloot dat hier toch mag worden geparkeerd. De bezoekers proberen er ondanks de drukte toch een leuke dag van te maken. Ik denk dat iedereen wel geniet, ondanks het feit dat er zo geweldig veel mensen zijn. Het mooie weer leidde niet overal tot verkeersproblemen, ondanks dat heel veel mensen wel van de zon genoten. Op wat misschien wel de laatste zomerse dag was. Weer. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Ik dacht gisteravond al, het wordt morgen mooi weer. We gaan morgen even lekker met de boot toeren. En nou, daar zijn we nou mee bezig. It's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Dat is een mooi cadeautje zo, hè? Ja, heerlijk, heerlijk. Mooi cadeautje. Lekker weer, zonnig, lekker warm. Weer, weer. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Als het maar mooi weer is, dan stappen we op de fiets en dan gaan we. En dat, dat is onze vrijheid. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do, chibum, chibum, bum. Dati do di do, chibum, chibum, bum. Dati do di. Het was de week waarin de positie van bondscoach Guus Hiddink ter discussie kwam te staan na het verlies tegen IJsland. Iedereen staat nu op de kop van Hiddink, dus of hij nog ademhaalt, weet ik niet. Meer geluk hebben de inwoners van Huissen. Zij hebben tonnen gewonnen bij de postcode loterij. Zometeen de gebeurtenissen van de afgelopen week. Druk was het vandaag ook in Winterswijk. Daar werd de jaarlijkse open dag van de steengroeven gehouden. Eén keer per jaar is het mogelijk om de groeven te bezoeken, waar het beschermde oehoepaardje woont. Zo'n 2500 mensen grepen die kans aan. Ze konden genieten van de mooie natuur en lopen over de grond waar 240 miljoen jaar geleden dinosaurussen leefden. Wie is de beste geschiedenisleraar van het jaar? De leerlingen van het Lek en Lingen College in Culemborg wisten het wel en droegen hem voor. Erik van der Donk uit Zaltbommel. En gisteravond kreeg Van der Donk de officiële landelijke erkenning en werd hij verkozen tot geschiedenisleraar 2014. In het begin was ik heel erg beduust in het begin. Van ja, wat overkomt je eigenlijk? En later drinkt het eigenlijk pas tot je door. Voor de verkiezing werd een filmpje van de les van Van der Donk op het Lek en Lingen College in Culemborg gemaakt. De verkiezing is een initiatief van Omroep NTR in het Rijksmuseum. Schoolbesturen, collega-docenten en leerlingen konden hun geschiedenisleraar voordragen. Het zijn de voorbeelden die hij bedenkt, zodat zelfs de moeilijkste theorie ook helder wordt voor ons. Van der Donk kreeg deze prijs. Volgens de juryvoorzitter is hij de meest complete docent, zowel in historische kennis als in didactisch inzicht. Voor hem is begrip van het verleden belangrijker dan jaartallen stampen. U weet ze toch wel, mag ik hopen? Ik weet wel een paar, ja.
Ja. 1453. Oh, dat is een hele lastige. Iets met Constantinopel, hè? Ja, dat lukt dan nog wel. 1800. Ja, dat is niet de slag bij Nieuwpoort. In Bemmel werd vandaag voor het eerst het Lingewaards truck-trek-kampioenschap gehouden. Verschillende teams uit de gemeente namen het tegen elkaar op. En dat ging er fanatiek aan toe. Ja, ja, sta voor. Een meter nou. Explosief starten, daar win je het mee. Op het Kinkelplein in Bemmel streden teams van elk 6 personen tegen elkaar. Bedoeling is om de truck zo snel mogelijk over de finishlijn te trekken. Het is maar zo'n stukje, maar je gaat helemaal kapot. Een parachutesprong door 4 jongeren was dit weekend de afsluiting van de herdenkingen van Market Garden. Het viertal had de sprong gewonnen bij een fotowedstrijd. Maar tja, dan moet je er wel aan geloven. Is het nou een prijs die je wint of is het een straf die je wint? Toch wel een prijs. Ja, wel echt een prijs. De 15-jarige Shanna Dijkhuizen is een van de 4 winnaars die zaterdagmiddag een parachutesprong maakte. Ze treedt hiermee in de voetsporen van de geallieerden die 70 jaar geleden voor de vrijheid streden. Eng? Nog niet, maar ik denk dat ik dadelijk als ik op het rand van het vliegtuig zit toch wel heel zenuwachtig zal zijn. Dan is het zover. Het vliegtuig stijgt op. Van een hoogte van 3 kilometer maakt Dijkhuizen haar sprong. Nou, je springt eerst gewoon zonder iets, dus je bent helemaal vrij. Je hebt ja, hele harde wind en ja, het was echt heel erg cool, ja. En dan krijgt u nog een greep uit het nieuws van de afgelopen week. De politie heeft deze week met veel inzet een wietbende opgerold. 275 agenten vielen binnen in zo'n 20 panden. De bende zou zo'n 25 miljoen euro hebben verdiend. We denken wel dat we de onderwereld een gevoelige klap hebben toegebracht. De brandweer in Gelderland-Midden wil met minder wagens gaan rijden. Omdat de organisatie van de brandweer helemaal anders wordt ingericht, blijft er veel materieel over. De veranderingen hebben geen gevolg voor de brandweerlieden en het aantal kazernes. De positie van bondscoach Guus Hiddink komt ter discussie te staan na een verloren wedstrijd tegen IJsland. Is hij nog wel de juiste man op de juiste plek? Hij was eigenlijk niet aangewezen aan boord op zijn leeftijd. Er komen voorlopig geen asielzoekers in de voormalige TBS-kliniek Oldekotte in Rekken. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland besloten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wilde 210 asielzoekers plaatsen in de voormalige kliniek. Honderden mensen hebben het benefietconcert voor Danny Ebbers bijgewoond. De oud-judokampioen uit Nijmegen heeft een hersentumor en is opgegeven door de artsen. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van zijn zonen, omdat hij vreest dat zijn vrouw Ursula hun studies niet kan betalen. Een megaklus voor ProRail. Er worden onder het station van Zutphen 2 tunnels ingegraven waar in de toekomst al het verkeer doorheen moet. En ook worden delen van de spoorbrug vernieuwd. Ook in andere delen van de provincie zijn onderhoudswerkzaamheden aan het spoor. Met deze borden wil de gemeente Nijmegen de drukte op de wegen rondom de stad weergeven. Maar of de automobilist het ook begrijpt... Een rebus, denk ik, of zo. Ik heb eigenlijk geen idee. Krijgt u nog het weer vanuit Wageningen met Jordi Bloem. Een prachtige start van deze tweede weekenddag. Na een erg zachte nacht bleef het ook vandaag overdag. Ja, uitzonderlijk zacht voor de tijd van het jaar. Opnieuw temperaturen boven de 20 graden. Her en der wat grondmistbanken vanmorgen vroeg. Maar voor de rest was het een zonnige ochtend. En in de loop van de dag passeerde er voorzichtig aan een verzwakte storing vanuit het zuidwesten. Een langgerekte band met bewolking, maar juist in onze omgeving begon dat front op te lossen. Maar aan de achterzijde dringt geleidelijk wel wat minder zachte lucht op van boven de Britse eilanden. Morgen halen we de 20 graden dan ook niet meer, maar het blijft nog wel vrij mild voor de tijd van het jaar. Het wordt dus een paar graden minder zacht, laat ik het zo zeggen. Vanuit het westen passeerde vanmiddag dus dat front, dat verzwakte front. De bewolking begon toe te nemen. En zo links en rechts valt er ook vanavond en vannacht op dat front een enkel buitje. Maar het is geen groot regengebied bijvoorbeeld dat passeert. Ook nog wel wat opklaringen. En bij een matige zuidwestelijke wind wordt het minimaal 12 graden. Dus een erg zachte nacht nog. En morgen wordt het dus minder zacht dan vandaag. Met veel wolkenvelden. Zo af en toe vindt de zon wel een gaatje. Maar over het algemeen weinig opklaringen. En zo links en rechts kan er nog een enkel buitje vallen. Laat ik zeggen 2 pechbuitjes. Op heel wat plekken in de provincie blijft het ook wel droog. En met een matige zuidwestelijke wind wordt het toch nog zo'n 16, lokaal 17 graden. Nou, normaal voor deze tijd van het jaar is 13 graden.
Daar komen we aan toe bijna op dinsdag en woensdag. We zitten er zelfs iets onder 12 graden. Opeens een stukje frisser. Met dinsdag in de loop van de dag veel wind en veel regen. Woensdag blijft het stevig waaien, maar klaart het een beetje op. En later in de week dan is het rustiger en wat zachter. Maar het blijft wel veelal bewolkt. Dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat deze laarzen en tienduizenden andere hulpgoederen zijn ingezameld in de Geldermalsen ter bescherming tegen ebola in Sierra Leone. Ik wens u nog een fijne avond.